Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben zo blij wakker geworden, het is 9:30. Ik ga vandaag naar Marokko en ik ben er zo, ik ben zo blij. Ik ben nog blijer wakker geworden omdat ik wachtte op een pakketje en ik was echt heel bang dat hij niet op tijd aan zou komen. Maar mijn mama die appte me zojuist met Sel, er is een pakketje voor je op de zaak aangekomen. En toen stuurde ze een foto en dan was het pakketje waar ik op wachtte. Ik ben zo blij, want toen ik hem namelijk ging tracken, stond er dat hij zeg maar nog in België was. Maar hij is al bezorgd. Oh my god, I'm so happy. Echt waar. Ik ga nu mijn make-up kwasten schoonmaken. Die even laten drogen. En dan ga ik even lunchen met Ridda. Mijn haren even feunen. En even de laatste dingetjes in mijn koffer gooien. En dan hoop ik dat het een beetje tijd is om te gaan. Ik heb zojuist al mijn kwasten schoongemaakt. Ik ga ze nu een beetje droog deppen. En dan laat ik ze even bij het raam drogen. Dan ga ik lunchen. Of ja, zijn mijn ontbijten eigenlijk met Ridda. En dan even mijn pakketje van de zaak ophalen. Ik heb even gedoucht en me omgekleed. Ik heb een MSGM Milano truitje aan van label 153. En deze was in de uitverkoop. Jee. Ik heb... mijn jeans zijn van de River Island. Schoenen zijn Fenty keer Puma. Tasje Furla. Ik ga nu naar de auto lopen, want ik ga even met Ridda een hapje eten. En ik heb volgens mij alles redelijk goed ingepland. Voor het eerst in mijn life. Ik ben weer bij Arzu en ik ga pancakes eten. En Ridda heeft ook pancakes. Guys, ik heb Ridda net afgezet. Ik ga nu mijn pakketje ophalen bij mijn moeder. Ik ga mijn broertje ook meteen daar even afzetten. Ik heb echt nog drie uurtjes en dan ga ik richting het vliegveld. I'm so excited. En dit is echt mijn zomerpoppel. Dus iedereen mag deze horen. Oh my god, ik ben zo blij. Ik heb mijn pakketje opgehaald. Ik heb mijn broertje net afgezet. Yay! Ik ben thuis. Ik moet mijn koffer echt nog even snel opmaken. Ik ga even passen wat ik heb binnengekregen. Want ik ben bang dat een jurkje net iets te kort is. Ik hoop het niet, maar we'll see. Dan ga ik mijn koffer gelijk dicht doen. En dan ga ik mijn haren stylen. Als ik jullie vertel hoe lang ik over mijn haar heb gedaan, gaan jullie echt lachen. Ik heb er letterlijk 10 minuten over. Ik ben zo in shock van het miracle ding. Ik ga nu even mijn koffer verder inpakken. En mijn neefje naar beneden laten tillen. Because I ain't doing it by myself. Guys, ik moest last minute toch even haasten. Ik zit nu in de auto. Ik ga nu onderweg naar het vliegveld. Ik laat zo even zien wat ik aan heb. Maar dat is ook echt niks bijzonders. En ik voel me echt een beetje misselijk ofzo. Maar ik heb kou gewoon in mijn mond gedaan. Dus ik hoop dat dat een beetje wegtrekt. Guys, ik heb net ingecheckt. Ik vlieg vanuit Brussel omdat er vanuit Amsterdam helemaal geen directe vluchten waren. Ik heb gelukkig ingecheckt. We zijn helemaal op tijd. Het is semi... Even kijken. 6:15 en ik ga boarden om 7:00. Guys, ik ben... Het is 7:02 en ik ga om 7:00 boarden. Ik had niet verwacht dat het zo druk was, dus ik ging even wat eten. Bleek het gewoon super druk bij de incheck ding te zijn. Ik kwam er opeens Marokkaanse, volgens mij, ik weet niet zeker, hij heet Elia. Kwam er een jongen naar me toe, zegt hij, ja, mijn zusje kijkt altijd naar jou op YouTube. En zegt hij, loop maar even mee, heeft hij mij gewoon via de fast lane laten gaan. Dus echt super dank Elia, als je kijkt op de zusje van Elia. Zeg maar heel veel dankjewel vanuit mijn kant naar jouw broer. Hij werkt op de luchthaven van Brussel, zaten. Ik ben nog nooit zo lang
in de rij gestaan. Ik ben trouwens geland. Ik zit in de auto bij mijn oom. Mijn moeders broer heeft me opgehaald. Dus de vader van Mehdi. Ik heb nog nooit zo lang in de rij voor paspoortcontrole gestaan. Dat was gewoon abnormaal. En ik had zeg maar geregeld soort van dat ik een auto meteen kon ophalen als ik naar buiten zou lopen om te huren. Want ik vind het toch wel fijn om mijn eigen auto te hebben. Maar ja, dat was me toch een chaos. Ophaalt die auto niet meer. En toen had hij toch wel een andere auto, maar dat was een schakel. En ik hou liever niet van rijden in Marokko met een schakelbak. Ik heb echt liever een automaat. Dus daar gaat hij morgenochtend een oplossing voor vinden. Hopelijk. Omdat ik wel echt mijn vakantie wil vieren. Maar ja, in ieder geval genoeg daarover geluld. Ik ga nu richting mijn oma toe. Ik heb haar echt gemist. Jullie gaan echt... Zij is zo'n lief vrouwtje. Kijk, zij kan geen Engels. Dan moeten jullie niet van haar verwachten. Maar ze gaat jullie één lieve, gruwelijke Marokkaanse woorden mijn kant op gooien. Maar jullie zullen dat horen. Zij is echt super leuk. I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we tumble. I wanna live fast and never look back. So we're here for. Het is inmiddels avond. Ik ben bij mijn oma. Ik heb ook echt mijn oma's pyjama jurk aan. Wow. Ik zit op de bank in de woonkamer. Ik ga lekker op die harde... Zo, mijn haar is helemaal ontploft, joh. Ik ga lekker op die harde Marokkaanse bank slapen. Want ik heb geen zin om in een andere kamer te slapen. En ik vind het hier wel gezellig. Alleen het kutte is haar internet zo wack. Echt letterlijk. Het geeft nu aan of uploaden. Want ik wil heel graag vooruit blijven werken. Dat gewoon letterlijk 3 uurtjes duurt. En ik heb nog geen simkaart kunnen regelen. Want anders ging ik wel op hotspot zitten. Dus ik ga morgenochtend vroeg even... ik ga morgenochtend vroeg even een simkaart regelen. Met echt gigantisch veel internet erop. Zodat ik hem alsnog kan uploaden. Maar dan komt... Ja, mijn excuses alvast. Want de vlog van vorige week vrijdag... Die zou normaal gesproken om 10 uur online moeten komen. Maar hij is wat later online gekomen. Dus... Mijn excuses daarvoor, ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven. Ik ga nu lekker slapen. Want ik ga morgen vroeg hoogstwaarschijnlijk richting Kanger. En daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ga meteen zwemmen als ik daar ben. Dus ik ga heel vroeg vertrekken. Want er wordt een auto gebracht die ik heb kunnen regelen om te huren. Omdat echt letterlijk bijna niks meer te huur is. Kijk, mijn oma's woonkamer. Lekker. Dus die heb ik gelukkig kunnen regelen. En die komen ze morgen vroeg brengen. En dan vertrek ik eigenlijk meteen richting Tanger Titman. Daar heb ik echt heel veel zin in. En mijn haar is helemaal ontploft. En mijn excuses voor dit gezicht nu. Maar ik ga lekker slapen. Ik hoop dat jullie alsnog hebben genoten van deze vlog. Het is eigenlijk alleen de vlog met mijn reis hier naartoe. Maar er komen superleuke vakantievlogs aan. Dus stay tuned. En dan zie ik jullie heel graag bij mijn volgende video. Love you.